Je was zo als mens, als vrouw vooral natuurlijk, zo diep vernederd. Die namen die matras op, want je lag gewoon op een matras. En die gooiden ze naar beneden met het trouwtje erop. En sleurden er weg en ze riep al de maar, nein. We hebben er nooit meer teruggezien. Dus die is vermoord, denk ik. Ik had het mensen zo kunnen wurgen, maar ja, daar schiet je toch ook niks mee op. Want dan gaan er nog meer mensen, hè? Een heel verschrikkelijk kamp. Het was het grootste kamp in Europa voor politieke gevangenen, voor vrouwen. Maar er is ook een klein mannenkamp geweest, maar daar hebben wij nooit mee te maken gehad. Maar het had ook al, toen wij in Vught zaten, een doemscenario als je de naam Ravensbrück hoorde. En dat bleek later ook dat dat terecht was. Verschrikkelijk was het daar. Ontzettend erg. Het leven was abnormaal. Dat hadden we nooit verwacht, tenminste ik zeker niet, maar de anderen ook niet. Nou, een nachtmerrie zou ik haar zeggen. Hè, als je terugkijkt, begrijp je niet dat je het meegemaakt hebt. Ik was koerierster. Dat betekent dat je de verbinding tussen de verschillende personen in de groep, had ik de adressen van. En als er iets gebracht moest worden of gehaald moest worden, dan werd ik ingeschakeld om van de een naar de ander te gaan. Ik ben een keer met dynamiet om mijn buik moeten reizen van Den Haag naar Utrecht om dat weg te brengen. In de trein, gordel om mijn buik. En dat was natuurlijk wel een beetje griezelig, maar het is allemaal goed gegaan. En toen werd mij gevraagd of ik een proefkonijntje wilde zijn voor de nieuwe distributiekaart, heette dat, en het nieuwe persoonsbewijs. Wat er gebeurde was, een meisje, Margarethe van der Kuyt, een babytje, die was als baby overleden. En daar ben ik geworden. Ik heb me dus in die persoon helemaal ingeleefd. Ik was zo dankbaar dat ik mijn moeder nooit het adres had genoemd überhaupt van mijn vrienden die ondergedoken zaten in Amsterdam. Ik zei ook tegen haar, ik zeg, mams, je mag alles van me weten, maar dit adres geef ik niet prijs, want je weet maar nooit als ik ooit opgepakt word. En dat gebeurde dus. In de apotheek werd ik gearresteerd. En toen eindelijk, na een week ongeveer, ik weet niet meer hoeveel dagen, kwamen we aan bij Ravensbrück. Daar werden we uitgeladen. Begrepen dus dat het inderdaad Ravensbrück was, Fürstenberg. En moesten dus alweer een heel eind lopen naar de ingang van het kamp. Maar eerst kwamen langs prachtige huisjes. Dat waren de huizen van de SS-bewakers en de Aufseherinne. En die zagen zo, het waren grasvelden met mooie bloembedden. Het lag Ravensbrück aan een groot meer, de Zweedzee. Het meer van Fürstenberg, want de stad Fürstenberg lag aan de overkant. En het was zo'n liefelijk aanzicht. En wij die zo lang en zo stinkend in die wagon hadden gezeten, vonden het heerlijk om even wat buitenlucht weer te rijken en om onze benen te kunnen strekken. Want we hadden natuurlijk alleen maar met opgekropte benen gezeten.
En toen we daar dus langs marcheerden, dachten we, nou, dat ziet er hier mooi uit. Maar toen ging de poort van het concentratiekamp boven. En dat was in ons geval een houten deur. Nu is er een andere grote poort gemetseld. Maar wij gingen door een zwart deurtje, wat er trouwens nog is. De kleine ingang. En daar kwam zo'n ongelooflijk beeld voor ogen. Ik geloof dat dat een van de allerergste herinneringen is aan onze reis naar Ravensbrück. Dat mooie, geordende SS-kwartier. En wij die toen in een dal van het pikzwart kolenhuis kwamen met honderden barakken waar de ramen stuk van waren en eruit hingen. En toen we daar dus binnen marcheerden, kwamen er allerlei in lompen geklede gevangenen op ons af, met kaalgeschoren hoofden. Die zaten er dus al lang. En die strekten hun handen uit en riepen, honger, honger, bitte, honger. Hadden ze natuurlijk de hoop dat er iets van eten over was, hè? En die mensen als wilde beesten, dat was zo erg. Als wilde beesten, moet ik even horen, want dat wordt erg. Stop maar even. Als wilde beesten op die stukken brood. Net zoals in de dierentuin. Dat vond ik het ergste moment. Van alles nog. Er was in die tijd zo'n toeloop van gevangenen dat we moesten buiten wachten tot we binnengelaten konden worden. En dan lagen we op een berg met gruis. En op plaats iedereen lachte, want de een had een zwart gezicht en de ander had een zwarte neus. Wachten tot we aan de beurt waren om toegelaten te worden. En dat heeft wel even geduurd, daar sliepen we dan ook. En toen het zover was toen we toegelaten werden, nou ja, moest je je kleren afgeven. Je hier een asjedeel had. En onder de douche. En dan naar de dokter toe, die je seksueel onderzocht. Maar nooit zijn handschoenen veranderde of iets dergelijks. Dus hoe we niet allemaal iets gekregen hebben, weet ik niet. En dan werden we dus... sommigen werd hun haar afgeknipt. Ze zeiden omdat het luizen waren, maar dat was helemaal niet zo. Gewoon één in de zoveel vrouwen namen ze om je te onderdrukken en te beledigen. Toen dat gebeurd was, waren we dus schoon. En er werden wat kleren gegeven. Geen ondergoed, ik zie het nog, zo'n bruine jurk had ik en een paar schoenen die niet pasten. En toen moesten we naar de barak. Weet je, de Duitsers waren ontzettend knap. Ze hielden je altijd leugentjes voor. Verhalen, weet je. En zelfs in het kamp, toen moesten we allemaal aantreden buiten de barakken. En toen hebben ze toen zeiden ze, de oudere mensen naar voren treden, nummers afgelezen en zo, oudere mensen, want die gaan een beter leven krijgen. Die gaan naar het jeugdkamp. En dan gaan ze beter eten krijgen en hoeven ze niet te werken. Maar later hoorden we dus dat die gewoon vergast zijn allemaal. Er waren ook moeders bij van onze groepen. Toen... moesten we gaan werken. Je werd om 4:00 geroepen. 4:00 werd alles afsteen, afsteen. En 4:00, 4:30. En dan naar de wc moest je even gaan. En dat waren dus geen behoorlijke wc's meer. Dat waren alleen maar geulen, hè. En kraantjes erboven. Dan moest iedereen op appel, iedere morgen. Het hele kamp moest geteld worden. Nou, dat klopte natuurlijk nooit, want in de nacht waren er wel eens mensen doodgegaan. Dus stond je uren in de kou op het appel. En als dan het tellen afgelopen was, dan kwamen afzeerinnen, dat zijn die Duitse oppassers, om mensen uit te zoeken voor werk. En dan moest je buiten gaan werken, buiten het kamp, en de stenen sjouwen en zand verplaatsen en zo. Maar dat heb ik nooit gedaan, want met Wil ben ik toen, die iets ouder was en die mij kende van de bijeenkomsten en de vergaderingen van het verzet. Wij tweetjes zijn onder matras gaan kruipen in een andere barak. Zodat we niet weggebracht werden om te gaan werken.
En, maar dat vond ik een beetje gevaarlijk. En wij filosofeerden daar en spraken over na de oorlog. Wat er allemaal met de wereld gebeuren, met ons land gebeuren moest en zo. En, maar na een paar dagen vond ik dat te gevaarlijk worden. Want ik dacht, ja, als we dat ontdekt worden, dan... we wisten natuurlijk nog niet wat van straffen af en zo, maar toch. En dus toen zei iemand tegen mij, waarom sluit je je niet aan bij het Siemens, bij de Siemens-groep? Siemens was, net als in Vught, Philips had, een grote firma die oorlogsmateriaal maakte en die gebruik maakte van de werkkracht van gevangenen. Dus een heleboel mensen zijn bij Siemens terecht gekomen. Je had natuurlijk ook allerlei buitencommando's, waar wij als Hollanders dus niet veel mee te maken hadden. Want we werden als Philips mensen meteen bij Siemens ingedeeld. Bij Philips kon je nog wel eens lekker stout doen en een draadje losmaken of een deukje geven en iets. Want je dacht, het is toch voor de Weermacht, dus ze gaan het zoveel mogelijk aan kapot maken wat we kunnen, zonder dat we natuurlijk zelf in de gevaren liepen. En Philips ook niet in de gevaren kwam. Maar dat was eigenlijk een stukje verzet. Dit kunnen we hier nog wel doen in Vught. Maar dat was niet mogelijk in Ravensbrück, want de civilisten die daar werkten, dat waren je reinste slavendrijvers. Die stonden achter je, stonden te kijken of je het wel goed deed. En het moest vlugger en nog vlugger. Dus je had de grote kans om het verkeerd te doen. Dus daar hadden ze ons al voor gewaarschuwd, de Hollandse vrouwen die er zaten. Haal niets overhoop, want je gaat zo naar het barak van de strafbarak. Nou, en hoe je daar uitkomt, kun je van tevoren niet zeggen. Dus we waren inderdaad bang gemaakt en dat is maar goed ook, want we hebben daar heel ijverig zitten werken in tegenstelling tot Vught. Het Siemenskamp, dat lag op een heuvel en het grote kamp lag in de vallei. En dus je moest door die grote ingangspoorten, naar buiten ook. En zeiden, die tellen alleen maar de rijen als je eruit gaat en ze tellen 's avonds weer de rijen als je terugkomt. Dus met een kloppend hart ging ik in die rij staan en ik dacht, oh god. Maar er gebeurde niets, dat was ook zo. Dus ik ben toen naar een Siemens barak gegaan en daar gewoon gaan zitten en aan de machientjes gaan werken. Kleine machientjes voor vliegtuigen, instrumenten enzovoort. En... maar ik was zo nerveus, ik kon dat niet. Er waren hele kleine soldeerdraadjes en zo. Dus zo vlug als, iedere keer als die telefoon ging, en die stond daar ergens daar vlakbij me, en als die, dan sprong ik van mijn kruk en beantwoordde die telefoon. En dat is zo enige dagen gebeurd. En toen op een gegeven moment was Berlijn aan de telefoon en niet Siemens zelf. En die zeiden dat geen gevangene meer de telefoon mocht beantwoorden. Toen een dagje daarna kwam een meisje, die zei tegen mij, Siemens is een nieuwe barak aan het openen. En Herr Zeeveld, dat was dus die man die mijn chef was, die zegt dat je bij hem moet komen werken. En dat heb ik toen gedaan, en als secretaresse of tenminste zoiets. En dat was geluk geweest voor mij ook. Hij vertelde mij na een enige tijd, want we hadden dus van zes tot zes dagdienst en van zes tot zes nachtdienst. En hij vertelde me na enige tijd dat hij me opgemerkt had met die telefoon beantwoorden. En dat hij daarom naar me gevraagd had. Er was in Ravensbrück een hele grote... rol van steen, waar ze wegen, vooral Russische en Joegoslavische vrouwen, partizanen, moesten dat wegen aanleggen. Een hele grote rol met een ijzeren stang erdoor. En er liepen dus 8 vrouwen, 4 vrouwen aan de ene kant, 4 vrouwen aan de andere kant, liepen daar. En die moesten dus de weg banen om die straten aan te leggen. En daar zijn verschillende vrouwen gewoon onder terecht gekomen. En die zijn dus vermorzeld door die steen. En dat gebeurde in Ravensbrück.
Er was honger, vuil. Het water kon niet gedronken worden, dus je had dorst. Je kreeg één bekertje koffie per dag. En wassen was alleen maar mogelijk met water. Er was geen zeep, er waren geen handdoeken, er was niets. En er was verschrikkelijke kou, in de winter tenminste. En je moest 4:00 opstaan en appel staan in de regen of de kou. En je was dus heel, je had bijna geen kleren aan, want dat was lang niet voldoende, geen ondergoed of iets dergelijks. Ravensbrück was een verschrikking. Ravensbrück is natuurlijk wel gebouwd in het begin voor minder vrouwen, maar tegen de tijd dat wij daar kwamen in september 1944 was het overvol. We sliepen met 2 in een bed. En dat waren 3 etages bedden, 3 naast elkaar en 3 etages en 2 in ieder bed. Dus 6 mensen lagen daar naast elkaar. En dat was verschrikkelijk. En je had dus 9 maanden dezelfde kleren aan. Want je kreeg geen schoon goed en wassen was bijna niet mogelijk. Zo 1 keer in de zoveel tijd dat je met een beetje water je probeerde te wassen. Het was werkelijk abnormaal, vergeleken met het gewone leven thuis. Martelen, slaan, knuppelen en niets menselijk was daaraan. Ja, dat waren verschrikkelijke mensen. Daar is geen woord voor. Die waren zo wreed. Mannen kunnen wreed zijn, maar die vrouwen nog erger, want die wisten je precies op je zwakke punten te krijgen. Ik ben erbij gestaan dat ze een vrouw die naast me stond zo lang geslagen hebben dat ze dood neerviel. Wel, ik ben daar verschrikkelijk geslagen. Ik had nogal vrij vlug, kreeg ik diarree. Omdat je dus geen eten bijna kreeg, alleen maar 1 bordje soep. En ik zat op het toilet en we moesten appel staan weer, buiten staan om geteld te worden. En ik zat nog op dat toilet, want ik kon niet opkomen, want ik had het zo erg. En toen kwam er een SS'er en die nam zijn riem af en die begon me te slaan. En toen ben ik bewusteloos geslagen. De afzeringen, dat waren dus de vrouwelijke SS-bewakers, waren doerhakken. Vreselijke mensen die erop gescreend werden om de mensen zo slecht mogelijk te behandelen. Dat waren natuurlijk zulke fanatiekelingen die vrijwillig in dienst van de Duitsers gingen. Want ze kregen een mooi uniform, had je Vught ook. En dus NSB-meisjes, die kregen een uniform. Ze volop jonge soldaten en officieren die dol waren om met ze in bed te kruipen. En goed salaris. Dus een heleboel van die, eigenlijk die onderwereld is daar terechtgekomen. Dus daar kon je ook niet zo gek veel van verwachten dat die erg menslievend waren. Nou, het waren niet moeders mooiste. Het waren natuurlijk van die, wat zeiden we vroeger, een beetje zuurige vrouwen. We hadden er 1, die hadden we in de Scheveningse barak, die noemen we de generaal. Die stond dan zo, met bevelen uit te delen en was de generaal. En eentje die noemden we Mops, dat was zo'n klein lelijk wijfie. Mopsje, ja. Dat gewoon, ja, mensen die misschien dachten nog wat in hun leven mee te maken. Misschien wat roem. Maar, die was een oude vrouw, die kreeg een klappen, toen deed ze zo. En toen had ze er effecten in een zakje. En dat ging zo naar de richting van die afzeerin. Daar zat niks in, bijna. En die zei, ze wil me aanvallen. En die ging die vrouw zo lang slaan waar je naast stond. Dan kan je niet tussen beiden komen. En tot ze dood neerviel. Nou, dat is een mentaliteit die je niet kunt begrijpen. Maar de straffen, de erge straffen in Ravensbrück, was de gevangenis eigenlijk, de cellen. Hè? En dat was ontzettend, want de mensen die daar zaten, die gestraft werden met een cel, die zagen we dan ook toen wij nog woonden in het grote kamp, heb ik dat gezien. Die moesten altijd hardlopen. Die mochten nooit gewoon lopen, die moesten altijd hardlopen. En die moesten heel zwaar werk doen buiten het kamp. En dat werd heel
waren opzichters bij en zo, of SS-mannen en zo. En als ze niet hard genoeg werkten, werden ze bijna doodgeslagen. Een heleboel mensen kwamen dus niet uit die strafbarakken terug, behalve als ze dood zijn. Dat is juist het prachtige geweest, vond ik, van niet alleen Ravensbrück, maar ook van het verzet. Dat al die verschillende geloven en die verschillende politieke ideeën, dat die zo goed samengewerkt hebben. Ik bracht brieven naar priesters in Heerlen. Of ik moest een afspraak gaan maken met een dominee in Oostgeest voor een of andere vergadering. Dus het waren allemaal verschillende geloven en toch werkte je daarmee samen. Dat waren wel allemaal kernen. Ik bedoel, op zichzelf waren dat groepjes, zeg gereformeerde groepjes of katholieke groepjes en zo. Maar je werkte toch samen. Nou, we hadden natuurlijk een grote barak met Nederlanders. En daar zaten ook veel Polen in. En daar, ja, je ging er gewoon met elkaar om, hè. Verbroedering eigenlijk, hè. De grenzen vielen weg. Tussen godsdienst en tussen nationaliteit. Je bent allemaal in dezelfde nare conditie overleven. En als wat ik ervaren heb, dus in de kampen, ook in Ravensbrück, dat je aan de praat raakt met mensen die je nooit ontmoet hebt, van een andere nationaliteit, en dat je dan soms ineens het gevoel hebt, god mens, ik begrijp je. Bij ons thuis was er geen geloof. Wij geloofden niet. En ik was nog nooit in een synagoge geweest. De eerste keer dat ik naar een synagoge ging, was toen mijn broer in Engeland trouwde met een orthodox Engels meisje. Het woord geloof betekent eigenlijk dat je moet geloven. Het woord geloof. Hè? En voor mij is het allemaal nog een heel groot vraagteken. Ik moet dus eigenlijk zeggen, omdat als ik eerlijk wil zijn met de antwoorden, nee, ik geloof niet in een God, in een persoon of wat dan ook, daar buiten is. Ik weet wel dat er een soort van bestaan van de wereld is, maar ik denk dat dat toch waarschijnlijk wetenschappelijk gebeurd is. God deed niet zoveel hoor. Ja, ik weet niet, ik ben dan wat sceptisch geworden wat dat betreft. Dan mensen zijn die zeggen, je hebt altijd engelen om je heen, en die heb ik nooit gezien en gevoeld. Kwestie van geluk, kwestie van een gezond lichaam en vooral de steun van je medegevangenen. Alleen kon je zoiets niet doen. Ik denk door de sterke wil, de moffen krijgen me niet kapot, en door het optimisme dat ik had. Ik ben over het algemeen optimistisch van aard. Ik had een vriendinnetje die zei, zonder jou was ik er nooit levend uitgekomen. Die was nogal depressief. Dus een optimist eigenlijk. Want we wisten helemaal niet hoe de oorlog verder ging. In het begin na de oorlog, wij zeiden allemaal tegen elkaar, we moeten niets vertellen daarover. Het is verschrikkelijk geweest. En we moeten een leven opbouwen en aan niemand vertellen wat er gebeurd is. Of hoe ze ons behandeld hebben. Maar dat is vlug overgegaan toen het bekend werd hoe verschrikkelijk andere kampen ook geweest zijn. Voordat we weggingen naar Dachau, had ik dysenterie. En daar moesten we gekeurd worden. Want dan moesten die werkbijen, moesten al die buitenlandse concentratiekampen hebben, mensen die voor ze konden werken. En wij moesten als groep, Nederlanders en wat Polen, naar München, buiten commando van Dachau. En voor die tijd moest je gekeurd worden. En toen had ik dysenterie, dus dat was verschrikkelijk. Je stond eerst de halve dag naakt te wachten tot de dokter zover was. En toen eindelijk bij een lamp, werd er gekeken tussen onze vingers of je schurft had. En in je mond iets anders. En dat was het. En toen moest je dan weer je kleren aantrekken. En de volgende morgen moest je met een trein, met z'n allen erin. En mijn vriendinnen hebben we half dood meegesleept. Want ze zeiden, als je hier blijft, dan ben je morgen dood. Dus ik weet van die reis van Ravensbrück naar Dachau niks. Ik ben de hele reis door Berlijn en zo met luchtalarmen helemaal bewusteloos geweest. Dus dat was het einde van Ravensbrück voor mij.
We moesten eerst een naaktdefilé voor de herdokter houden. Die zat met zijn grote pet, een warme jas, het was ijskoud, het was eind september. Zat hij onder een grote hoge zonnebloem die daar zomaar in dat gruis groeide. Zat hij zo te kijken, want we moesten een bloot defilé houden. Dus gingen ze naakt en wel, gingen we langs meneer. En twee zusters kwamen controleren of wij ziekte hadden. Bibberend en wel gingen we dus weer terug naar die aparte barak, kleden ons aan en gingen toen pas op transport naar Reichenbach. Dat is iets wat ons transport overgevallen is, misschien dat het andere ook overgevallen is, maar daar word je zo diep vernederd. Ik had zo'n zin om die kerel in zijn gezicht te spuwen. Maar dat was die prachtige zonnebloem die daar boven me zat. Daar keek ik toen maar naar op. Toen dacht ik, nou, die staat tenminste hier nog te bloeien. En toen was het alsof die hangende zonnebloem ineens tegen me zei: dit gaat eens voorbij. Aan alles komt een eind. Blijf overeind zoals ik. Ja, bang natuurlijk. Waar ben je bang voor de dood? Omdat er lijden aan vooraf gaat. Maar je weet dat je hebt het risico genomen. Toen ik met het werk begon, is me heel duidelijk gemaakt: als je gepakt wordt, kan je doodgeschoten worden. Nou, dat risico neem je, dan leef je mee. Je doet iets en dat is waar je voor staat. En je kunt alleen aan het eind zeggen: ik heb mijn best gedaan. Als je voor de dood staat, ik heb mijn best gedaan. We wisten wel dat de Noorse vrouwen bevrijd waren een paar weken daarvoor. Dat wisten we. En we hadden ook voor het eerst een Rode Kruispakket gekregen. Nog toen we in het Siemenskamp waren. En het verhaal ging dus de ronde dat de Zweden ons zouden bevrijden. Maar ja, er waren zoveel verhaaltjes verteld al die tijd dat we geloofden er niet meer. Maar het bleek dus waar te zijn. We werden dus buiten het kamp na die nacht dus moesten we weer aantreden en werden we dus buiten de poort geleid. En dat was 23 april, dus twee weken voor de bevrijding van Nederland. En verscheidene weken voor de bevrijding van Ravensbrück. Nee, ik wil altijd blijven leven. Toen en nu nog. En ik vind het leven kan zo prachtig zijn. Er zijn een heleboel dingen die niet zo mooi zijn. Maar ik leef voor de dag. En ik ben zo blij dat ik het overleefd heb. Dat ik iedere morgen denk: oh, wat fijn, ik leef nog. En dat is voor mij het bewijs dat je kunt overleven en zo goed mogelijk leven kunt.